Louis, zou jij de volgende situatie willen spelen met een van onze gastacteurs? Graag. Ik zou graag willen vragen of jij een teammanager wilt zijn. Okay. In een kliniek van VNN. Okay. En je hebt een jaargesprek vandaag met een van je sociotherapeuten. Die werkt al 10 jaar bij jou of in de kliniek. Uh-huh. Jij werkt een maand of 8 in de kliniek. Okay. Je hebt het dossier doorgenomen van tevoren. Eigenlijk geen bijzonderheden de afgelopen 10 jaar geweest. Uh-huh. Wat waar jij mee geconfronteerd bent de afgelopen tijd dat jij hier werkt, is dat deze medewerker zich nu, in de 8 maanden dat jij hier werkt, zich 6 keer heeft ziek gemeld. En dat vind je bijzonder veel. Oké. Okay. En daar is het team ook wat mopperig over. Oké. Okay. Terwijl we bezorgd zouden moeten zijn. Ja? Prima. Okay. Dank je. Mirjam, mag ik eerst voor dat we echt aan het werk gaan jou een paar vragen stellen? Ja, tuurlijk. Of, ja, want ja, ik werk hier pas 8 maanden en ja. ik weet dat jij hier al 10 jaar werkt. Dus jij bent een grotere expert dan ik natuurlijk. Ja. Nou ja, het is maar net in welk vakgebied, maar ik heb wat ervaring inderdaad. Ja. We moeten het toch met z'n allen samen doen. Ja. Vertel mij eens wat over jouzelf. Jij bent sociotherapeut, hoe oud ben je? Werk je al 10 jaar hier op de afdeling? Heb je elders gewerkt? Wat zijn dingen waarvan je zegt, van, nou, dat vind ik nou leuke dingen om mee te doen? Kom een beetje de buitenkant zo. Nou, ik werk hier nu 10 jaar. Ik ben 35. Ik ben hier al zo lang inmiddels dat ik de kliniek gewoon wel erg goed ken. En wat ik gewoon leuk vind is dat iedere dag hier anders is. En ook de cliëntele wisselt steeds. En dat bevalt me gewoon heel erg goed. En ik heb wel eens overwogen om wat anders te gaan doen richting ambulant. Maar eigenlijk bevalt het me hier wel. Ik doe mijn ding en het gaat wel goed. Ja. Okay. Ja. Okay. Nu, het is ons jaargesprek. En ik ben nog maar 8 maanden hier, dus ja. Wat heb je met mijn voorganger vorig jaar besproken? Dat er wel kans in zat dat ik bijvoorbeeld een opleiding zou kunnen gaan doen richting sociaal-psychiatrische verpleegkundige hebben we het over gehad. En verder eigenlijk wel heel positief, want er waren eigenlijk geen klachten of zo. En voor de rest zou ik... misschien wel wat andere taken gaan doen, maar daar hebben we nooit echt specifiek over gehad eigenlijk. Okay. Nee. Okay. Het was niet echt. Het was meer even hoe gaat het, hoe zit je erbij? En het was niet echt zo van we gaan dit en dit zijn. En wat stel jij je bij een jaargesprek voor dat nuttig is? Met andere woorden, dit is ons jaargesprek. Mm. Wat zou ik als teammanager met jou moeten bespreken, zodat jij en je cliënten daar wat aan hebt? En je medewerkers, collega's? Wat zou nuttig voor mij zijn? Dat ik wil weten hoe ik ervoor zit, hoe ik functioneer, wat jij van me vindt in mijn werk, hoe ik het doe. Want ik bedoel, ik werk continu met een doelgroep die wel wat van mij vraagt. Dus daar wil ik natuurlijk wel weten hoe dat gaat, zeg maar. Ik zal u dat zeggen. Ik ben nieuw, hè? Dus je moet me helpen. Hè? Ja. Als ik jouw dossier lees, ja, dan staat daar niets in waarvan ik denk van nou, dat loopt allemaal prima. Ja, het loopt goed. Ja. En als ik zelf naar die laatste 6 maanden kijk, dan ben ik ongerust. Oké, want? Ik heb geconstateerd dat je in 6 maanden tijd een heel aantal keren ziek geworden bent. En een aantal keren? 6 keer. Ja, dat komt zo uit de computer. Hè. Het duwt op een knopje plat. Ik heb die toestanden. Ja, en daar ben ik ongerust over. Want dat is eigenlijk nooit gebeurd. Daarvoor. Nee, nou ja, goed. Je weet zelf, de VNN is aan het bezuinigen. De werkdruk is hoog. Dus Maar ik vind 6 keer een beetje overdreven. Volgens mij klopt dat ook helemaal niet. Want 1 keer was ik volgens mij een halve dag er niet of zo. Dan heb ik 's ochtends nog gewoon gewerkt. Dus, ik weet niet. Maakt me niet uit. Ik ben alleen ongerust. Ik denk van, is het nuttig dat we daarover spreken? Want ik lees alleen maar dat in die 10 jaar nooit voorgevallen is. Nou ja,
Nee, niet 10 jaar. Ik vind het erg overdreven, als ik heel eerlijk ben. Oké. Dus ik hoef niet ongerust te zijn? Nee. Oké. Nee, ik denk, ieder mens heeft wel eens fases waarin je wat vaker ziek bent. En, mm-hmm. Ja. Nee, ik vind dat je overdrijft. Ja, ik hoef niet ongerust te zijn. Nee. Ben het toch. Ja. En nog eens, dit is geen kritiek of zo. Nee, computer zegt niet halve dag. Maar dat interesseert mij eigenlijk niet. Ja? Ik denk dat wij als team voor onze cliënten moeten zorgen. Mm. Voor onszelf moeten zorgen. Ja. En voor elkaar moeten zorgen. Ja, maar het stoort me dan wel dat het pas na een jaar of na een half jaar, dan komt er iemand bij mij. Je hebt gelijk. Dus dan denk ik, hoe erg is het dat jullie, hoeveel zorgen is het dan al waar wat je zegt? Zeg maar. Ja. Het is waar wat je zegt. Ja. Maar je hebt gelijk, ik had dat misschien 3-4 maanden geleden ook al kunnen met jou bespreken. Onder 4 ogen. Ja. Ja, omdat dat is jouw gewoonte niet, lees ik. Ja? Mm-hmm. En nu plots wel, en dan denk ik van ja, maar ik zal u eerlijk zeggen, dan denk ik van ja. Ja, wie ben ik? Ik ben wel Dat merk ik ook, dat ik dat een beetje voel. Ik denk van, goh, we zijn nog maar, ik werk hier al heel lang en je kent mij nu nog maar net. En ja, dan, precies. Ja. Ja, ik heb ook niet de behoefte gehad om eerder bij te komen, want heb je nooit... Nee, ik heb je ook niet eerder geroepen. Nee. Dus ik heb het ook niet, ja. En ik had ook zoiets van, Maar ja, we zitten hier nu toch met jaargesprek. Ja, dat is zo, ja. Maar de volgende keer mag je dan wel eerder komen. Dat stel ik dan wel op prijs eigenlijk. Oké. Ja. Hoe zal het voor jou het meest nuttige zijn als ik het de volgende keer zou doen voor jou? Want ik ben jouw teammanager. Ik word verondersteld ook voor jou te zorgen. Nou ja, je zegt net dat je je ongerust maakt om mij. Wat in principe niet echt nodig is. Maar als je dat vindt, dan wil ik dat je dat eerder mee komt. En niet een half jaar mee wacht. Oké, klaar. Spreken we vanaf nu af. Ja. Voor de rest, maakt dat verschil tussen hoe dat je met het team werkt, met de collega's? Hoe bedoel je? Ja, als je de afgelopen paar maanden zo vaak uitgevallen bent, het werk moet wel gebeuren. Ja. Is dat dan zo van, Mirjam is weer ziek of heb je steun van je collega's? Nou, nee, dat vind ik niet. Want ik merk dus al, omdat jij dit zo benoemt, dat ik denk, er wordt dus over gesproken, dat ik dus heel vaak ziek ben. Dan denk ik, dat heb ik dus niet echt gehoord. Dat vind ik heel erg vervelend, als ik heel eerlijk ben. Een beetje, denk ik, oké, waar komt dit vandaan? Hoezo? Simpel. Ja, uit de computer, maar er wordt heus over gesproken. Dat is echt niet alleen computer. Uiteraard, dat is evident. Een team, jullie werken 10 jaar samen. Ja. En plots is Mirjam de laatste 6 maanden regelmatig afwezig. Ja. En voor de rest zijn er... nooit over niets andere bemerkingen geweest dan prima, loopt goed, leuk, fijn enzovoort. Ja. En dan is men ongerust. Maar misschien is het ook de stijl van het huis niet om elkaar erover op aan te spreken. Want mijn vraag is van, kunnen wij iets voor jou doen? Kan jij hulp gebruiken? Is er iets dat jij nodig hebt om in de komende periode minder uit te vallen? Nou, daar wil ik over nadenken. Dat kan ik nu zo niet 1, 2, 3 zeggen. Kan ik me voorstellen. Ja. Is dit nuttig als we zo spreken? Ja. Wat is dan voor jou nuttig aan? Nou, aan de ene kant vind ik het te laat, maar ik vind het wel fijn dat er even aandacht is voor dit, zeg maar. Oké. En nu ik erover nadenk, denk ik, misschien ben ik inderdaad wel wat te vaak aanwezig geweest en moet ik daar ook iets mee doen. Oké. Je gaat nadenken over hoe dat ik en het team jou zou kunnen daarbij ondersteunen. Want nog eens, onze eerste opdracht is voor onze cliënten te zorgen. Mm-hmm. Dat kunnen we maar doordat we voor onszelf zorgen. Ja. En omdat we met hele complexe problematieken werken, kunnen we dat maar goed doen als we ook voor elkaar zorgen. Ja. Ja, en nog eens, ik excuseer me, ik had dat inderdaad mijn idee 3 maanden. Maar ik ben nieuw en ik vind niet dat ik als het is niet omdat ik teammanager ben en dat ik niet moet... zo werkt het niet. Goed. Jij zegt me, ik ga daarover nadenken wat ik daarvoor nodig heb om het anders te doen. Ja.
Prima. Oké. Prima. Laat ik het aan jou over om mij daarover uw gedachten te geven? Ja, dat doe ik. Excellent. Zijn er op dit moment nog dingen die je met mij zou willen bespreken? Nee. Goed. Nee. Dan zou ik je graag willen uitnodigen om eens na te denken. In, los van dit thema, want dat ga je vastpakken. Klaar, we komen daarop terug. Ja. Los van dit thema, wat zijn de dingen die je, als je terugkijkt op het afgelopen jaar, waarvan je zegt van, dat heb ik goed gedaan, dat hebben we als team goed gedaan, dat heeft het bedrijf goed gedaan. Wat zijn die dingen? Lastige vragen om daarover in een jaar tijd over terug te denken. Ja, wat hebben we als team goed gedaan? Ik denk, er zijn heel veel mensen weer weggegaan. We hebben weer een nieuwe manager. En hoe we dat dan weer oppakken en toch doorzetten, daar ben ik eigenlijk wel heel erg trots op. En als ik kijk naar mezelf, dan ben ik wat relaxter geworden ten opzichte van de jaren daarvoor, denk ik, in mijn werk. Misschien omdat ik wat ouder ben en omdat ik wat meer ervaring heb. Dus dat vind ik positief. Mm-hmm. En het laatste weet ik niet meer. VNN, ging het over de hele organisatie? Ja, wat heeft het bedrijf als geheel? Daar heb ik meer kritiekpunten dan positieve punten. Er zijn altijd wat rutemeteut dingen natuurlijk. Maar ik moet iets goed noemen natuurlijk. Ja. Nou, dat we een nieuwe kliniek hebben. Kijk. Verbouwd. That's it. We zitten met een jaar, ja. En we moeten dan ook vooruitkijken. Als je naar het komende jaar kijkt, wat zijn dan dingen waarvan je zegt van, dat zou ik graag aan wat ik nu al doe, dat goed werkt, zou ik Mirjam graag toevoegen. En dat heb ik daarvoor nodig van mijn team, mijn collega's, inclusief mij. Wat ik nodig heb dus omdat het beter gaat, hè? Beter, het gaat goed, hè? Het gaat goed. Maar daaraan toevoegen. Ik denk meer feedback geven aan mijn collega's. Wacht. Jij aan uw collega's? Ja. Of ik aan de collega's? Of? Nou, allemaal. Dat we meer elkaar aanspreken op dingen die je irriteren of zo, in plaats van daar heel lang mee rond te lopen. Oké. Ja, dat heb je al terecht gezegd. Ja. 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 Heb je dan ook nog geen idee welke de vorm daar het prettigste bij zou zijn? Want we kunnen natuurlijk op elkaar gaan lopen bikkeren, hè? Gewoon door bijvoorbeeld tijdens je dienst van, goh, heb je even, en dan iemand apart nemen. En op die manier. Okay. Niet aanvallend, gewoon normaal. Ja. Volgens de juiste methode, hoe noem je dat ook alweer? Nou, hoe moet ik het zeggen? Nou, gewoon dat je iemand... Zeg, andere praat. Akkoord. Het is natuurlijk, zoals wij dat in België zeggen, le ton qui fait la musique. Ja. Dat is makkelijk, hè? Ja. Ja. Wordt er in het team ook wel eens onder elkaar benoemd wat je vindt dat goed gaat met anderen? Nou, ik denk veel te weinig. Oké. Ja. Zou jij dat nuttig vinden dat meer gebeurt? Ja, dat is leuk. En dat is denk ik ook goed voor de team spirit. Ja. Ik denk, een mens is vaak ingesteld om elkaar negatief te... Precies. Dat doen we genoeg. Ja, dat is makkelijk. Je zou eigenlijk één positief ding moeten. Dat zou goed zijn. En zou dat voor jou een punt zijn dat je zegt van, dat wil ik het komende jaar mij wel wat op toeleggen. Dat gaat voor mezelf zijn. Dat gaat voor mijn cliënten zorgen zijn. Dan kun je naar cliënten ook. Dat gaat met de collega's goed zijn, ja. Dat is niet zomaar klakkeloos, kritiekloos. Dat is best moeilijk, maar ja. Okay. Ja. Nee, dat zou wel een doel zijn voor het komende jaar. Oké. En zou je ook bereid zijn om dat met je collega's te bespreken? Jawel, ja. Ja, want daarvoor hebben jullie mij als teammanager niet nodig, hè? Want basically... Nee, op zich niet, maar misschien wel om als ondersteuning. Ja, dat is mijn werk. Ja. Mag ik jou vragen dat als je vindt dat ik daar niet voldoende druk op zet, dat je mij dat dan zegt? Zo van, Louis, een beetje meer... Ja, dat vind ik wel lastig, omdat ik je nog niet zo goed ken. Mm-hmm. Maar dat kan ik proberen, ja. Precies, ik ken jou ook nog niet zo goed, dus we moeten samen door een deur. Ja, dus moet je misschien vaker ook op de vloer zijn, want we zien je niet vaak. Nee. Ja. Dus zou het nuttig zijn dat ik regelmatig eens mijn kop laat zien? Absoluut, ja. Pas op, je gaat natuurlijk ook miserie krijgen, want als het mij dan niet aanstaat, ga ik dat ook zeggen, hè. Ja, maar goed, dat... Dan moet je mij maar helpen om dat zo te verpakken,
dat het op een constructieve manier overkomt. Ja. Oké. Okay. Nog dingen? Nee. Prima. Mag ik je bedanken voor het gesprek? Ja. Succes. Ja, en ik wacht op jou. Ik wacht ja, op jouw initiatief. Ja, ik zal een nieuwe afspraak inplannen. Binnen hoeveel tijd denk je dat? Nou, 3-4 weken. Excellent. Oké. Okay. Succes, bedankt. Ja, dank u. Dag. Wondering what I said in my drunken haze to you.